U moet een structuur creëren in uw verkoopsgesprek. U moet een aantal dingen toepassen in het proces welke leiden tot succes. En u moet gaan experimenteren met uw verkoopprocessen. Hoe pak ik het nu het beste aan? Wat is de beste manier om te verkopen? Hoe kunnen we het beste klanten inleiden? Als je een verkoopsgesprek creëert, je moet beginnen met het inleidingsproces. Hoe gaan we mensen inleiden? Dat is de basis van uw sales. Want hier uiteindelijk wordt een aankoopgelegenheid gecreëerd. Nu, om die aankoopgelegenheid zo succesvol mogelijk te maken voor de prospect en voor uzelf zo aangenaam mogelijk te maken, moet een voortraject creëren. En dat voortraject, dat is de prenatale fase van uw verkoop. Als je het vergelijkt met de liefdebedrijven, is dat het voorspel. Wie kent een voorspel? Er zijn weinig mensen die een voorspel. Wacht, hè. Wie kent een voorspel? Je gaat het toch niet droog doen, hè? En hoe zit uw voorspel in elkaar? Nu, maar even, dit is serieus over serieuze dingen. Hoe doe jij een voorspel? Wie geeft mij toestemming om even af te wijken van het programma? Ik beloof dat je gaat lachen. Wie geeft mij toestemming? Alright, eerste mensen. Iedereen heeft een heel specifieke opwindingsstrategie. Jij hebt een, en misschien kende die zelf niet van je eigen, maar misschien wel. Je hebt een specifieke volgorde van acties en prikkels welke je opgewonden maken. Sommige mensen hebben graag, het voorspel is al, is een keer een WhatsAppje, een berichtje, een complimentje. Is een keer een blik die wat langer wordt vastgehouden. Of is een heel subtiele aanraking. Dikwijls is het voorspel al aan de gang, misschien uren voordat het feitelijk gebeurt. Het zou kunnen zijn dat je van een quick fix gaat, dat je zegt van, goh, ik knijp nu in uw bil vanachter. Ik ga zo met mijn hand langs de zijne boven. Ik ga even naar gewoon de voorgevel. Ik ga zo even over de borst en zo door de nek. En dan pak ik de oor vast en daar wrijf ik even met mijn... En nu zijn er mensen die zeggen... Ah. En er zijn ook mensen die zeggen... Ah, nee, blijf van mijn oor af. Juist of niet juist? Uw levenspartner heeft een aantal knopjes, een aantal drukknoppen. En belangrijk is dat jij in een juiste volgorde op die knopjes drukt om uiteindelijk een en ander tot stand te brengen. Om de sappen los te maken. Om de goesting te prikkelen. En wat er gebeurt, beste vrienden, in relaties, dat is dat mensen, dikwijls partners, al jaren op de verkeerde knopjes aan het duwen zijn. Allee, doe maar, kom nog eens op mijn oor. Come on, draai nog eens op mijn tent. Pak nog eens met een bil vast. Allee, ja. Allee, vooruit. Come on, nu gaan we het laten gebeuren. Huppakee. Er wordt niet over gecommuniceerd. Dus uw opdracht van de avond is, beste vrienden, klap eens even over uw opwindingsstrategie. Schatje, wat geldt u op? Oh, schatje, ga even eerst langs de kelder en werk dan naar boven. En sommige mensen hebben zoiets van, come on, even die zolder binnen en werk de zo naar beneden. Het is bij iedereen anders. En waarom vertel ik je dit? Wat heeft er nu met verkoop te maken? Alles, hè? Alles. Jij moet zorgen, als je een prospect voor u hebt, dat je die prospect in het voorspel maximaal prepareert om die uiteindelijk succesvol te kunnen inleiden. En dit noemen we de prenatale fase. En dan heb je de feitelijke inleidingsmoment. Het inleidingsmoment. En dan heb je de postnatale fase. Dat is alles wat gebeurt na het op de bon zetten of het inleiden. Dus prenatale fase, postnatale fase en dat is de feitelijke bevalling, als je het met een bevalling zou. Je hebt het voorspel, je hebt de daad en je hebt het naspel. Beste vrienden, er is ook een naspel. En nu zie ik zo een koppel, zie je, er is een naspel. En ik zie ook mensen, een naspel? Allee, als je het gedaan hebt, dan spring je toch niet onmiddellijk uit de bed in de broek. Salut, ik ben weg. Dat doe je toch niet? Of je verplaatst toch geen wind tegen het been van je partner nadat je het gedaan hebt? Dat doe je toch niet? Dat zijn dingen die gebeuren, dat is mij allemaal verteld door mensen. Als die van ons klaar is, tegen mijn been, dat is mijn afspel. Ja, inderdaad. Dat is de stekker uit het proces trekken. Amai.
Toch? Nee? Allee, ik weet het niet, hè. Ieder zijn goesting. Ieder zijn meuk, zeggen wij. Nu, het is misschien top dat je nog een paar woorden zegt en dat je wat over de rug kiddelt en dat je elkaar toch nog eens aanraakt van, hey, het was tof. En dat is in sales ook zo. Dat moet je organiseren. En dat is een hele funnel die dat je moet uitwerken. En eens dat die funnel is uitgewerkt, als jij dat hebt, ja, dan krijg je ambassadeurs, veel klanten, want de mensen ervaren waarde en ze komen terug.